Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Vrouwen beleggen beter. Uit vele onderzoeken blijkt dat dit het geval is. Maar hoe zit dat nou precies? Waarom zijn vrouwen er beter in? En waarom is beleggen niet alleen weggelegd voor mensen met een grote portemonnee? Janneke Willemsen, ook wel bekend als Blondjes Beleggen Beter, neemt ons mee in de wondere wereld van beleggen. En legt in normale mensentaal uit waarom we het zouden moeten doen en hoe we hier op een simpele en veilige manier mee kunnen beginnen. Janneke is presentatrice, journalist en enthousiast belegger. Ze presenteerde de talkshow WNL op zondag en is nu te zien op RTL Z als presentatrice en beurscommentator. Toen zij ontdekte dat het wetenschappelijk is bewezen dat vrouwen beter beleggen dan mannen, begon ze een blog waarop ze precies liet zien hoe zij als beginnend belegger te werk ging. Dat pakte verrassend goed uit, want in 7 jaar tijd is haar inleg verdrievoudigd. Janneke werd in 2018 uitgeroepen tot winnares van de Gouden Stier voor beste beleggingsexpert. Haar boek Blondjes Beleggen Beter kwam vorig jaar uit en heeft als eerste beleggingsboek ooit een notering in de CPMB bestsellerlijst. Kortom, wil jij als vrouw leren hoe je je vermogen ook kunt laten groeien? Luister dan snel mee. Welkom Janneke, super fijn dat je hier wilt zijn. Te gek dat je je verhaal met ons wilt delen. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om mee te doen. Ik ben heel benieuwd. Wie was vroeger een rolmodel voor jou? Ja, vroeger, toen ik 7 was, toen wist ik eigenlijk al dat ik schrijfster of journalist wilde worden. En mijn rolmodellen toen waren Annie M.G. Schmid en Roald Dahl. Ja, wauw. Was het ook daardoor dat je, want ik denk dat weinig mensen kunnen zeggen dat ze dat al zo jong weten. Nee, kijk, ik zat toen echt nog wel in de kinderlijke beleving. Ik wist natuurlijk niet echt wat journalist was. Behalve dat mijn moeder die werkte bij een krant. En daar was ik wel eens geweest. Nou, dat leek mij interessant. Maar ik geloof niet dat ik echt snapte wat ze daar nou deden. Nou ja, behalve schrijven. En schrijven vond ik heel erg leuk. En als ik dan naar de voorbeelden kijk, Roald Dahl die schreef fantastische boeken en sprookjes, daar heb ik echt van genoten. En ik liep als 7-jarige ook altijd met een schriftje en daar was ik dan heel erg druk mee bezig met verhaaltjes over ontploffende heksen en dat soort dingen. En dan dacht ik echt, toen ik 7 was, van dat moet ik bewaren, want dan als ik later groter ben, dan kan ik daar een echt boek van maken. Ja. Gek. Ja. Dus het zat er echt al jong in. Maar jouw pad is dan best wel zo gelopen als je toen je 7 was al had bedacht. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Tenminste, kijk, het grappige is als je terugkijkt, dan lijkt het altijd alsof er een hele strakke lijn in zit. Maar zo is het helemaal niet gegaan hoor. Want ja, ik heb ook VWO gedaan. Toen ben ik nog een jaar blijven zitten. Toen had een decaan tegen mij gezegd van, goh, wat wil je hierna doen? En toen zei ik, nou, ik wil school voor journalistiek. Want dat wilde ik eigenlijk altijd. En toen was ik toch weer helemaal in de war. Want hij zei, ja, maar dat is HBO. En je kan een universitaire studie doen. Waarom zou je niet universitaire studie doen? Nou, toen ben ik echt helemaal de weg kwijtgeraakt. Ja, omdat je eigenlijk zo duidelijk wist wat je wilde, maar door dat advies ging je twijfelen. Ja, en toen dacht ik van, nou ja, dierenarts, want ik had in die tijd verkering met een veeboer. Ja, dat vond ik ook wel heel leuk, weet je wel. Had een paar keer aan kalfjes lopen trekken. En 's morgens vroeg melken en zo. En vond ik ook wel leuk. En ik dacht, dat heb ik altijd interessant gevonden ook. Dus toen dacht ik, oh ja, dat moet ik doen. Maar ja. Dat sloeg echt nergens op, want ik was helemaal niet goed in natuurkunde en scheikunde. En dat had ik niet voor niets laten vallen. Maar goed, toen heb ik dat toch nog geprobeerd in te halen op een avondschool, die vakken. Mm-hmm. Ja, en toen dat eigenlijk ook voor geen meter lukte, toen heb ik me
toch gewoon aangemeld bij de school voor journalistiek. Gewoon HBO. Oh, wow. Ja. Ja, ook omdat ik dacht, weet je, universitair, dat ik had daar heel veel moeite mee. Ik dacht, ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan geschiedenis gaan studeren? En, ga ik dan als journalist alleen over geschiedenis schrijven of zo? Ik zag dat helemaal niet voor me. Of politicologie, nee. Moet ik dan over alleen maar de politiek? Ja, doei, dat wil ik niet. En, nee. Nou ja, uiteindelijk is het dus na wat gerommel toch nog goed gekomen, zal ik maar zeggen. Ja, dus je bent toen de school van journalistiek gaan doen, maar je bent toen niet direct boeken gaan schrijven? Nee. Maar ik heb wel school van journalistiek de dagblad-tak gedaan. Dus, ja. Ik weet eigenlijk niet eens of ze het nu nog hebben, die splitsing. Maar toen was, als je voor een krant ging schrijven, was echt heel iets anders dan internet. Want dat was toen nog maar net. En er waren wel wat mensen die zich voor die richting, dus voor internet opgaven, om internetjournalistiek te gaan doen. Maar dat was eigenlijk in die tijd nog een beetje, ja, er werd toch op neergekeken. Ja. Wel, nu is, Ja, bizar hè, hoe de tijden dan kunnen veranderen. Ja, en toen moest je in elk geval kiezen. Hè? Het was of dagblad, of internet, of tv. Radio kon je ook nog voor kiezen. Ja, en nu lijkt het toch alsof als je iets doet, hè, tenminste voor mij werkt het zo, dat schrijven is voor mij heel erg de basis, ja. Ook van dingen op een rijtje zetten. Maar vanuit het schrijven kan ik ook presenteren, kan ik ook iets voor de radio doen, kan ik ook iets op een website doen. Dat loopt allemaal in elkaar over. Ja, exact. Ja, want je bent momenteel beurscommentator bij RTLZ, daarnaast blog je en je schrijft. En je deelt je kennis in cursussen en boeken over beleggen. Ja. Een soort financial influencer, kan ik je denk ik wel noemen. Nou, dank je. Was je altijd al zo geïnteresseerd in financiën? Nee, helemaal niet. En ik realiseer me, hoor, terwijl wij nu in gesprek zijn, dat als je terugkijkt, dat het net lijkt alsof alles bij mij precies volgens plan is gelopen. Maar zo heeft het nooit gevoeld. Okay. Ik heb... Kijk, economie, daar had ik sowieso niks mee. Maar na de school voor journalistiek, toen belde een docent van de school voor journalistiek mij op. En die zei dat er een baan was ergens op een economieredactie. En toen dacht ik, nou ja, waarom vraag je mij daarvoor? En, ja. Toen zei hij, nou, wat ik zeg, ik heb toch geen bovenmatige interesse in economie. Nee. Toen zei hij, nou ja, je kan toch altijd even gaan praten. En inderdaad, dat heb ik toen gedaan. En dat klikte enorm. En toen ik daar eenmaal werkte, het was echt een hele mooie club. Die bestaat inmiddels niet meer, helaas. Maar weet je, ik kon daar van alles doen. Het was, het heette de GPD, de geassocieerde persdiensten. Wij deden eigenlijk het landelijk nieuws voor de regionale dagbladen. Dus als ik iets goed schreef, dan werd datzelfde artikel verscheen wel in tientallen andere kranten door het hele land. Ja, waanzinnig. Ja, en dat was heel erg leuk. Plus dat er echt hele goede collega's met veel kennis op de redactie zaten. Ik heb daar echt geleerd ook wat het is om beursgenoteerde bedrijven te volgen, om rubriekjes te schrijven. Ja, dat was wel een hele mooie baan. Ja, en dus ook een goed voorbeeld van hoe meerdere wegen naar Rome kunnen leiden. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen ook denken bij het kiezen van een studierichting of het kiezen van een baan, dat je denkt, oh, wil ik deze kant wel op? Omdat het ook voelt enerzijds of je je voor altijd daarin vastlegt. Maar zoals wat je nu deelt met jouw verhaal, blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn. Nee, dat klopt. En weet je, ik zeg het nu ook al, heb ik het al een paar keer tegen mensen gezegd of tegen jongeren, hè, die een keuze moeten maken van wat moet ik gaan studeren. Ik herken dat, die paniek. Oh god, ja. Dan moet ik iets kiezen voor de rest van mijn leven. Ja, ik ben daar helemaal van toen in de war geraakt. En uiteindelijk moet je nagaan dat ik altijd in mijn hoofd had, ik ga schrijven of eigenlijk schrijvend journalist worden. Ja. En uiteindelijk wist ik niet waarover. En dan door allerlei omwegen ga ik uiteindelijk ook presenteren en ook schrijven. En kom je er wel. Maar je kan van tevoren echt niet exact voorspellen op welke plek je nou terecht gaat komen. Ja, dus hierin hoor ik een beetje een advies van laat je niet verlammen. Het leven loopt toch wel waar je uiteindelijk naartoe moet gaan. Het komt wel goed. Ja,
En ik vind het wel een gerustgevende gedachte. Zolang je je bezighoudt met wat jou interesseert, zie je iedere keer wel weer die volgende stap. Ja, dus in het stukje financieel ben jij een beetje daar eigenlijk ingerold? In het stukje financieel ben ik heel erg erin gerold. Maar dat kwam wel omdat die eerste baan, toen bleek ik economie en schrijven over de economie, toch heel leuk te vinden. Mm-hmm. Mijn chef daar, die ging toen RTLZ, de financiële nieuwszender, beginnen. En die heeft mij toen meegevraagd. En toen dacht ik, ik wou altijd schrijven, maar dit is wel nu een kans om ook eens bij tv te kijken. Ja. En toen ben ik dus met hem meegegaan als financieel journalist bij RTLZ, daar als redacteur gewerkt aan de opstart van die zender. En van daaruit, vanuit RTLZ, waar ik dus toen al in 2001 tot eind 2002 of zo werkte, daar ben ik dus weer verder gegaan in beurs en economie. Daar heb ik nog meer geleerd. En ik heb geleerd over hoe je tv maakt en hoe je omgaat met audiovisuele dingen. Ja, dat... En toen dacht ik, dat vind ik allebei heel interessant. Toen ben ik daar weer in verder gegaan. Eerst nog een paar banen, ook nog weer in tv geprobeerd. Weet je, ik heb ook entertainmentprogramma's gemaakt. Dat was mm-hmm. duidelijk niks voor mij. Nee? Nee. Wat miste je daarin? De diepgang. Oké. De manier van met elkaar omgaan. Nee. Ik paste daar echt niet. Ik heb ook nog een paar seizoenen van Breekijzer gemaakt. Dat was toen met Pieter Storms. Oh ja, en die, en die hielp eigenlijk allerlei mensen met problemen. Maar wat je op tv misschien niet altijd zag, was dat daar zat wel een redactie achter. Weet je, er kwamen heel veel brieven van mensen binnen met hulpvragen. En dan ging je gewoon duimdikke dossiers doornemen. En proberen je juridische taal eigen te maken. Wat staat hier nou? En heeft deze persoon nou gelijk, ja of nee? En hoe kunnen we hier een gat in schieten? Of valt hier een gat in te schieten? Of is het gewoon echt onterecht? En dat was ook ontzettend leuk. En dat, weet je wel, dat was ook iets om je echt in vast te bijten. Maar na een tijdje is dat helaas opgehouden, dat programma. En toen heb ik me wel weer gerealiseerd van ik wil gewoon ook weer terug naar economie. En wat het dan precies moest zijn, wist ik niet. Maar uiteindelijk ben ik terechtgekomen eerst op een baan waar ik kon gaan presenteren. Een internetprogramma presenteren. Dat was gewoon live op internet. Oh, wauw. Ja, en ik dacht, maar dus in die tijd achteraf keken er best wel heel veel mensen naar. Waanzinnig. Ja. En hartstikke nieuwend eigenlijk destijds. Ja, heb ik helemaal niet doorgehad, joh. Maar dat was het wel. Ja, te gek. Het klinkt ook heel erg, wat je nu allemaal vertelt, dat je heel erg de kansen wel hebt gezien die zich hebben aangeboden. En dat je die ook echt hebt gepakt. Van ik ga dingen gewoon proberen en al kom je er daarna achter dat het wel of niet iets voor je is, dan ben je in ieder geval weer verder dan daarvoor. Ja. En sommige dingen, kijk, zoals dat ik weer terug wilde naar economie en zo, dat was echt wel een heel bewuste keuze. En dan kwam die baan op mijn pad. Daar heb ik echt duidelijk naar gezocht. Van ik wil iets als financieel redacteur weer. Dus dat is duidelijk. Maar andere dingen zijn een beetje vanzelf of soms uit noodzaak gekomen. Hè. Als ik weer een contract van 3 maanden voor Doe een Wens. Dat was zo'n programma bij Endemol, waarbij je dan ernstig zieke kinderen hun laatste wensdag mee ging maken. Ja. Met Angela Groothuizen was dat, die presenteerde dat. Ja, dat was meer noodzaak, omdat ik moest ook werken. Ja, dus die korte opdrachten, maar daardoor kwam je wel weer steeds verder. Ja, en als we kijken waar je nu bent, je staat ook bekend onder je alter ego Blondjes Beleggen Beter. En je hebt daar een website ook over en natuurlijk je boek. Wat bedoel je eigenlijk met die titel, Blondjes Beleggen Beter? Ja, die titel is echt een knipoog naar alle wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt telkens weer dat vrouwen over het algemeen, dus gemiddeld, betere beleggers zijn dan mannen. En blondje, ik ben in mijn leven niet altijd even serieus
genomen. En misschien wist ik ook niet altijd evenveel. En waardoor had je het gevoel dat je niet serieus werd genomen? Was dat omdat je jong was? Of dat je dacht van nou, ik voelde wel omdat het misschien een mannenwereld was, dat ik daar als enige vrouw tussen zat? Ik weet niet of het in het man-vrouw ding zit. Maar ik heb in mijn jaren in loondienst ben ik wel 1000 keer ontploft. Ik heb altijd van die ontploffingjes in mijn eigen hoofd. Ik kan heel erg kwaad worden om onrecht. Ja, dat gaat helaas niet altijd voorbij. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik ook denk, ja, nou ja, vind jij toch niks, prima. En inmiddels is het ook, ik ben nu ZZP'er. Dus ik ben eigen baas. Ik hoef nu niet meer naar iemand te luisteren die mij dan tijdens een beoordelingsgesprek ineens zegt, nou, je bent wel een powerhouse. Nou, als iemand dat zei, kon ik hem ook wel over de tafel trekken. Dat kan ik me voorstellen, ja. Heerlijk, dus dat geeft jou ook heel veel rust. Dus in, zeg maar, dat is ook een van de voordelen van het ZZP'erschap. Voor mij wel, ja. Ja. Voorstellen. Hey, je zei net ook dat er uit onderzoeken blijkt dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Hoe komt dat? Ja, er zijn een paar dingen die uit al die onderzoeken naar voren komen. Vrouwen die zijn meer bezig met de lange termijn, waar mannen graag snel willen scoren, dus heel snel veel winst willen halen. En daardoor nemen mannen ook veel meer risico dan vrouwen. Dus vrouwen doen veel langer hun huiswerk. Die kijken nog eens goed van wil ik hier echt in beleggen, ja of nee. En een man gaat wat sneller over tot actie. En daardoor neemt gewoon het risico ook toe dat het fout gaat. En daardoor lijken vrouwen dus succesvoller omdat ze dus minder risico nemen. Dus op lange termijn zijn zij succesvoller. Ja, want het leidt ertoe dat vrouwen minder vaak verlies lijden dan mannen. En dat vrouwen ook over het algemeen een hoger rendement behalen dan mannen. Kijk, dus dat is in ieder geval een reden waarom vrouwen zouden moeten beginnen met beleggen. Hoe ben jij ooit zelf begonnen? Ja, ik ben dus in die tijd dat ik dat internetprogramma presenteerde, ben ik al een beetje begonnen. Want ik interviewde toen iedere dag beursexperts. En we hadden toen 2 korte programmaatjes. En het ene was een beetje over de markt. Dus zo van hoe is het sentiment en wat is er allemaal gebeurd. En in het tweede deel gaven die experts altijd een tip. Dus dit moet je kopen, want het gaat daar naartoe stijgen. Oh ja. En eigenlijk omdat ik beter wilde worden in het stellen van de vragen. Want wij maakten dat programma voor beleggers. Dus ik wilde begrijpen, wat zou je willen weten als jij een belegger bent en je kijkt naar je programma, welke vraag moet ik dan stellen? Ja. Dacht ik, nou dat ga ik onderzoeken door zelf te beginnen met beleggen. Nou dat was al in 2003, 2004 zo'n beetje. En toen ben ik met €300 begonnen, want ik durfde niet meer te doen. En wat ik met die €300 deed, was, ik ging ook nog eens gewoon gokken. Zo, dus precies wat je als gemiddelde vrouw niet doet. Hè? Dat deed ik dus wel. En hoe kwam dat? Dacht je gewoon van, nou, ik wil het gewoon proberen. Maakt het ook niet zoveel uit? Dacht ik, ja, ik begin gewoon. Nee, maakte me eigenlijk niet veel uit. Ja, ik wilde gewoon kijken, wat gebeurt er? Wat gebeurt er als ik dit doe? Wat gebeurt er als ik dat doe? Ik zag het gewoon echt als experiment. Ja. En ook kijk, als zo'n beursexpert bij mij in de studio zei van de olieprijs gaat stijgen en daar kun je op inspelen met een turbo. Ja. Dan dacht ik, nou mooi, ga ik doen. Gaan we kijken of het uitkomt, weet je wel. Of, of je gelijk hebt. Nou, en dat ging heel vaak goed. En het ging Want een turbo, dat klinkt een beetje als iets. Dat is denk ik voor veel mensen een nieuwe term, maar dat is een soort extra risicovol stukje waar je misschien ook geld veel mee kan verdienen, maar dus ook de verkeerde kant op kan gaan. Is dat een beetje het idee? Ik vind zelf turbo's niet zo heel erg risicovol. Okay. Maar je kunt ze heel risicovol maken. Maar goed. Eigenlijk beleg je voor een deel met geleend geld. En, dus dan krijg je een hefboom effect. Dus een turbo is een instrument. Een afgeleide van een aandeel. Of bijvoorbeeld de olieprijs. Of een obligatie. Kan allemaal. Ja. En met die turbo kun je eigenlijk versneld inspelen op een stijging of een daling van zo'n onderliggende waarde, heet dat dan.
Nou ja, die beursexperts die zaten bij mij in de studio en die zeiden dan van de olieprijs gaat stijgen bijvoorbeeld. En dan dacht ik, nou dan ga ik daarop inspelen. En ja, dat ging dan heel vaak goed en soms ook niet zo goed. En ik heb ook wel dingen met opties uitgeprobeerd. Opties ga ik nu ook niet uitleggen, maar is ook een afgeleid instrument met een, waar een soort versnelling in zit. Nou, en dat vind ik wel een heel ingewikkeld product. Ik ben daar helemaal niet goed in. Er zijn mensen die kunnen dat heel goed. Ik totaal niet. Maar dat was ook heel erg leuk om daarachter te komen. Dat ik daar dus niet voor in de wieg gelegd ben. Ja. Dus echt ja, spelenderwijs, zeg maar, leren met een klein beetje geld. Van, oh ja, wat doet het een en wat doet het ander? Ja. Dus zo is het voor mij begonnen. En weet je, je maakt ook fouten. Bijvoorbeeld met, nou ja... Je maakt ook fouten als je eenmaal een beleggingsrekening hebt geopend. En je begint dus met een klein beetje geld, zoals ik dat toen heb gedaan. En ik was helemaal niet bezig met verstandig beleggen. Dus ik was niet bezig met, moet ik spreiden of weet ik veel. Want ja, ik deed het met geld dat voor mij prima ook kon verliezen. Ja. Maar je gaat allerlei dingen leren die je niet kunt leren als je beleggingsrekening nog niet geopend is. Dus bijvoorbeeld dingen als... hoe werkt het nou als je een order inlegt? Dus je wilt iets kopen of verkopen. Hoe kan het nou dat je... Ja, ik heb toch gezegd, dit is de prijs die ik ervoor wil betalen. Waarom heb ik ze dan nog niet? Waar zie ik dat? Dat ik ze wel of niet gekocht heb? Zo, bijvoorbeeld met die opties. Daar zit een bepaalde datum aan vast. Ik heb toen bijvoorbeeld een fout gemaakt. Die dingen met de verkeerde datum te kopen. Waardoor mijn geld binnen... Nou, ik had ze gekocht en ik kon zo op mijn scherm zo... Fiep, zo zag ik zo alles verdwijnen. Het was echt zo'n zielig hoopje sneeuw met een föhn erop, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja. Dat zijn wel mooie eerste stappen. Dus je hebt daar echt heel veel van geleerd. Want ik denk dat er nu heel veel vrouwen zijn die op dit moment niet beleggen. Daar nog niet zoveel van afweten. Waarom zouden ze dat wel moeten doen? Kijk, ik vind dat iedereen zou moeten starten met beleggen. En waarom? Dat is eigenlijk omdat zonder beleggen kun je op dit moment je financiële doelen niet halen. En je hoeft voor mij niet per se te beleggen op de beurs. Hè, je kunt je geld ook investeren in bijvoorbeeld... nou ja, je hebt kunst. Op een gegeven moment zag ik inderdaad dat je ook in designer handtassen een levendige handel hebt. Je kunt natuurlijk ook, weet ik veel, een investering doen in je eigen bedrijf. En daar dat, zo je geld aan het werk zetten, dat kan allemaal. Of je kan een extra appartement kopen, dat verhuren. Dat zijn allemaal dingen, manieren om je geld te laten groeien. Alleen die manieren kosten allemaal heel veel tijd. Terwijl ik denk, als je gaat beleggen op de beurs... Dat heeft nog steeds een beetje de naam dat het heel ingewikkeld zou zijn. En heel spannend. Ja. Maar dat is het echt niet. En met name als je eigenlijk een paar basisprincipes in het oog houdt, hoeft het ook niet zo risicovol te zijn. Dus hoef je ook niet bang te zijn dat je geld van de ene op de andere dag weg is. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg, ja, ga dan beleggen. Als je nu een doel hebt... voor later, wat je later wil bereiken. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een kind en daar wil je een studie voor betalen. Of het maakt eigenlijk niet uit wat, maar stel je voor, je hebt over een aantal jaar heb je 30.000 euro nodig ergens voor. Stel je voor dat je die 30.000 euro nu al bij elkaar hebt gespaard. Ja. En die zet je op een spaarrekening. Nou, op dit moment krijg je geen rente op je spaarrekening. En het zou zelfs in de toekomst nog wel eens zo kunnen zijn dat je geld gaat betalen om je geld op die spaarrekening te zetten. Ja, dus in die zin zeg jij, nu is het eigenlijk echt een omslagpunt. Want ik denk ook, als je kijkt naar oudere generaties, dat die denken van ja, nee, de beurs sowieso daar heel veel onzekerheid in. Maar dat die nog meer zitten van zet het maar op de bank, want daar staat het veilig. Maar daarvan zeg jij nu eigenlijk, ja, de tijden veranderen. We krijgen nu geen rente meer op de bankrekening en wellicht moeten straks er zelfs geld voor je spaargeld gaan betalen. En daarbij... heb je wel te maken met inflatie. En inflatie, dat is de stijging van alle prijzen. Dus met jouw 30.000 euro, stel dat je die nu hebt, en stel dat de rente wel nul blijft, ja.
kun je over 20 jaar toch niet meer zoveel kopen als nu voor die 30.000 euro, omdat alle prijzen gestegen zijn. Exact, en daarom zeg jij, je moet eigenlijk een andere manier dus nu gaan bedenken om je geld voor je te laten werken of een soort passief inkomen, je geld te laten groeien. Ja, kijk, ik vind als je doelen hebt voor de langere termijn, heb je eigenlijk iets nodig om je geld te laten groeien tegen die inflatie op. Nou, dat kan met beleggen, het kan ook met andere dingen. Hè, wat ik net zei, investeren in kunst, investeren in appartement, wat dan ook. Alleen, volgens mij is beleggen een makkelijke manier om je geld toch te laten groeien. En daarbij is het nu natuurlijk ook de tijd dat iedereen helemaal in de ban is van FIRE. En dat als je je geld een beetje verstandig belegt, dat je de kans loopt dat jij veel eerder met pensioen kan. Of veel eerder wat minder kunt gaan werken, omdat je zoveel geld hebt dat je daarvan kan gaan leven. Want daar staat FIRE voor, toch? Financial Independent Retire Early? Ja, klopt. Ja. Dus dat is een beetje het nieuwe hip bedoeld. Tenminste, ik denk dat er heel veel YouTube-filmpjes daar nu mee worden afgesloten. Maar jij zegt eigenlijk van, daar zit wel wat in. Ja, en die FIRE-beweging die bestaat al een tijdje hoor. Kijk, je hebt hier in Nederland, heb je bijvoorbeeld ook Gerhard Hoorman. Die heeft op een gegeven moment, die heeft zelfs 2 boeken daarover geschreven. Over het aflossen van zijn hypotheek. En met name die eerste vind ik fantastisch, hypotheekvrij. Daarin beschrijft hij ook wat hij allemaal tegenkwam toen hij besloot om zijn hypotheek te gaan aflossen. Want ze gingen zuiniger leven. En dat ja. Daarmee, hè, met wat ze bespaarden, gingen ze dan steeds de hypotheek weer bijstorten. Dus dat ze die schuld aflosten. Maar alle mensen die dan zeiden tegen hem van, ben je wel helemaal lekker? En dan maak je niet optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek en dat soort dingen. Maar hij heeft daar een hele hoop vrijheid mee teruggekocht. Ja. En dat is zeg maar de mensen die zich nu FIRE, hij noemde dat nog niet FIRE, maar dat is precies wat er ook... Komt op hetzelfde neer. Komt op hetzelfde neer. Dat je geld besteedt aan de dingen die jij belangrijk vindt. En daardoor hou je geld over en dat ga je beleggen. En daarmee kun je later in je eigen inkomen voorzien of in een deel van je eigen inkomen, waardoor je dus veel meer tijd en energie kan besteden aan dingen die jij echt leuk vindt. Ja, dus dit is al een goede boekentip, hypotheekvrij. Ja. We hebben hem genoteerd. ja, want ik denk dat voor veel vrouwen het inderdaad, in ieder geval voor heel veel mensen in het algemeen, maar ik denk ook als ik in mijn omgeving kijk voor veel vrouwen, het wel voelt als een ver van je bed show. Hoe zet je nou die eerste stap naar beleggen? Ik hoor jou zeggen in ieder geval beginnen met doelen stellen. Kijk, de 3 succesfactoren bij beleggen. Bij beleggen is het zo, er is geen magische formule. Dus je weet van tevoren nooit met 100% zekerheid, hoe je ook rekent, wat de koers van een aandeel gaat doen. Ja. 2 is dat over het algemeen, als je je geld goed verdeelt over meerdere aandelen, de meeste aandelen, dus als je kijkt naar het gemiddelde van de markt, hè, zo'n AEX-index of de S&P 500 in Amerika of de Dow Jones-index, hè, dus gemiddelde van aandelen, van verschillende aandelen, die stijgen op de lange termijn eigenlijk altijd. Maar er zitten natuurlijk periodes van daling tussen. Maar ja, omdat ze over de lange termijn stijgen, moet je eigenlijk zo lang mogelijk blijven beleggen, zodat de kans dat je met winst eindigt groot is. Dat is 1, lange termijn is belangrijk. 2 is, ja, dan moet je wel spreiden, want ik zei niet dat alle aandelen altijd maar stijgen. Ik heb bijvoorbeeld zelf net weer een tik gekregen met mijn aandeel Galapagos. Stel je voor dat ik al mijn geld in dat ene aandeel had gestoken. Ja, dan moest ik nu wel echt eventjes slikken. Ja. Dus 1 is lange termijn, 2 is spreiden en 3 is kijken naar de lage kosten. Maar ook bij lage kosten denk ik van, hou dat nou simpel en draai je daar nou niet helemaal in vast. Want ik krijg wel eens berekeningen van mensen die sturen mij dan door. Ja, als ik deze en deze ETF met die rekening koop. Of als ik dan die en die ETF met die andere rekening koop, met die bedragen. Ja, wat is dan het verschil in kosten? Bij wie ben ik dan goedkoper uit? Ja. Ja. Zo ver hoef je ook weer niet te gaan.
En ETF's, we hebben nu ETF, turbo en opties gehoord. Sorry. Ik denk dat mensen meer kunnen teruglezen, in ieder geval in jouw boek, hè, over deze termen. Ja, zeker. En een ETF kan ik wel heel kort uitleggen hoor. Een ETF is een exchange traded fund. Dus eigenlijk een soort beleggingsfonds. Het is eigenlijk een mandje van verschillende soorten beleggingen. En ja, die kan je dan gewoon in één keer aankopen. Dus je koopt één zo'n mandje. En dan als je een mandje koopt, bijvoorbeeld een ETF op de S&P 500 index, dan heb je meteen 500 verschillende Amerikaanse bedrijven. Kijk, dus dat is iets makkelijker. Dus dan hoef je niet per aandeel alles uit te gaan zoeken, maar er is eigenlijk allemaal een mandje voor je gemaakt, waardoor je automatisch spreidt. Ja, veel makkelijker. Want dat merk ik zelf nu ook, dat wat er tegenover staat, hè, tegenover beleggen in mandjes, zoals ETF's of beleggingsfondsen, daar staat dat je zelf ieder aandeel met de hand gaat uitkiezen. En dat doe ik eigenlijk, dat is de portefeuille wat je op Blondjes Beleggen Beter ziet. Dus dan kunnen we exact zien welke bedrijven jij... Ja, dat kun je precies zien. Maar dan zie je ook dat het veel moeilijker is om dan beslissingen te nemen. Voor mij is dat veel lastiger. Ik bedoel, ik ben er toen mee begonnen dat ik dat heel leuk vond om al die dingen apart te kopen. Maar nu zit ik echt te kijken, ja, maar met dit aandeel, dan komt ineens hele rare gevoelens komen dan om de hoek kijken. Maar met dit aandeel heb ik een band. Die wil ik niet kwijt. Ja, die stond eerder hoger. Nu staat die lager. Ik wil liever wachten tot die weer hoger staat. Precies. Terwijl als je in een mandje belegt, dan heb je niet zo'n band. Dan kies je er een paar uit, zodat je denkt, nou, dit zijn er wel voldoende. En dan koop je gewoon iedere maand bijvoorbeeld datzelfde mandje bij. Dat is echt veel makkelijker. Kost je ook ETF veel minder tijd. Het is eigenlijk een hele toegankelijke manier om te starten met beleggen. Ja. Om goed gespreid te starten ook. Ja, zeker. Mooi. Dus echt, voor de meeste mensen is dat de makkelijkste manier om in weinig tijd een mooi vermogen op te bouwen. Ja, nee, heel goed. Goeie tip. En ik denk ook dat het verschil tussen dat jij het echt actief aan het managen bent, jouw portefeuille. En dat dus als mensen in een ETF gaan beleggen, dat veel passiever is. Hè? Omdat je zegt van je kiest er in principe één uit die goed gespreid is. En vanaf dan ga je daar gewoon iedere maand in inleggen. Ja. Dus voordat mensen denken, oh, hier ga ik heel veel tijd aan kwijt zijn. Dat hoeft dus niet. Dat ligt eraan welke strategie je kiest. Nee, en overigens doe ik dat zelf ook hoor. Alleen die portefeuille publiceer ik niet. Maar ik vertel er wel over in mijn online training. Oké, te gek. Dus daar kunnen mensen zich ook nog op ontwikkelen via de online training die jij aanbiedt. Oh ja. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, te gek. Ja. Is er bij jou wel eens op beleggingsgebied iets misgegaan? Je noemde net al een aantal voorbeelden. Wat voor valkuilen herken je daarin? Of zou je anderen voor willen behoeden? Nou ja, kijk, de dingen die bij mij mis zijn gegaan, natuurlijk zijn er dingen bij mij misgegaan. Ik noem bijvoorbeeld het aandeel Galapagos, waar ik dan groot in belegd ben. Maar het probleem, de uitleg die ik daarbij moet geven is, kijk, dat aandeel is nu inderdaad van boven de €200 vorig jaar naar zeg maar rond de 75 nu gezakt. En dan denk je, oh, wat een vreselijke blunder. Maar ja, ik heb die aandelen al in 2013 gekocht voor €18,50. Ja. Dus hoe erg is dit? Ja, ik weet je, ik ben me daarvan bewust. Dus ik weet niet zo goed. Als ik iets kan zeggen, is het ja, je moet in elk geval zeker weten dat jij dat risico aan kan. Dat je zoveel risico wilt nemen. Dat je daar tegen kunt. Ja. En dat is iets wat ik geleerd heb. En ja, ik heb ook verschillende verkeerde aandelen uitgekozen. Ik bedoel, Weight Watchers heb ik ook de helft van over van wat ik erin gestoken had. Dus dat is wel echt zo. Dat is wel echt een grote misser van het aandeel Weight Watchers. Maar omdat ik dan tegelijk weer goed gespreid ben in mijn portefeuille, is mijn totale beleggingsbedrag wel aangegroeid de afgelopen jaren. Want dat is zelfs verdrievoudigd. Dus eigenlijk zeg je van, weet je, fouten maken, dat gebeurt gewoon, omdat de markt gewoon kan verschillen. Maar als je goed gespreid zit en rustig blijft, dat je waarschijnlijk niet moet denken, oké, nu stop ik alles, want ik raak hier helemaal onzeker van, ik verkoop de boel. Dat moet je dus niet doen, gewoon rustig blijven
en aan die lange termijn denken. Ja, precies. Want op het moment dat de beurzen dalen en je denkt aan je doel en dat doel ligt op de lange termijn, dan weet je ook dat je dat geld nu niet nodig hebt, dus dat je nu niet hoeft te verkopen. Maar de voorwaarde is wel dat het goed gespreid is. Kijk, dat gaat natuurlijk niet op als je maar één aandeel in je portefeuille hebt van één bedrijf. Ja, dus die spreiding is echt noodzakelijk. En want daarmee zeg je ook dat in principe de beurs verder altijd stijgt. Dus dat het over de jaren heen, over de lange termijn, dat de beurs altijd zal groeien als geheel. Ja, op de lange termijn wel, ja. Er is een onderzoek waarbij ze allemaal verschillende periodes tegenover op elkaar hebben gezet. Nou, weet je wel dat ze steeds verschillende periodes van 1 jaar hebben genomen en van 5 jaar en van 10 jaar en 20 jaar. En dan blijkt eigenlijk dat als je je geld goed gespreid had, dus over meerdere beleggingen, hè, dan heb je na 1 jaar is de kans dat je belegde geld, dat het winst heeft of dat het verlies heeft, is eigenlijk 50-50. Dus dat is echt gokken. Dat is een dubbeltje op zijn kant. En als je dat geld 5 jaar achter elkaar belegt, dan neemt de kans dat je met winst zult eindigen na een periode van 5 jaar neemt al ietsjes toe. Ja. En kijk je naar 20 jaar, als je 20 jaar achter elkaar belegt, dan is de kans dat je met een winst eindigt bijna 100%. Wauw. Ja. Dat is bizar. Top, ja, dat is dan eigenlijk heel veel zekerheid. Want ik denk dat mensen inderdaad dat heel erg de beurs en beleggen als een hele onzekere wereld beschouwen. Waarschijnlijk ook door wat er op nieuws komt. Maar als je uitzoomt en kijkt naar de beurs als geheel, dan zal je eigenlijk altijd groei verwachten of groei krijgen. Ja, en dat is eigenlijk ook niet zo gek. Kijk, het enige wat dat aan het wankelen zou kunnen brengen is op het moment dat we nu echt met z'n allen zeggen van, nou nee, dit financiële systeem, dat werkt niet meer en we moeten ophouden met groeien. Maar in principe, als je aan bedrijven denkt, ieder bedrijf is aan het proberen om meer omzet, meer winst te groeien, meer impact op de wereld te maken, meer klanten. Dus die proberen te groeien, allemaal. En in het kielzog daarvan zal die koers ook stijgen. Ja. Dus in die zin is het echt een slimme investering. Ja, het is gewoon echt zo, als jij dat zo lang volhoudt. Kijk, wat er ook nog meespeelt, als je over een periode van 20 jaar gaat beleggen. Je kunt dat effect, die kans op succes, nog vergroten door inderdaad maandelijks te gaan beleggen. En dus als je maandelijks zo'n mandje aankoopt en je let er niet op of nu precies de koers gedaald zijn of gestegen zijn. Dus je gaat niet te veel nadenken van, oh jee, we zitten nu midden in, bijvoorbeeld vorig jaar maart, zitten midden in de coronapandemie, alles gaat naar de haaien. En je legt dat naast je neer en je denkt, oh nee, ik zie het gewoon als een uitverkoop. Ik koop nu ineens die ETF voor met 20% korting. En je koopt dan gewoon ook weer op je vaste moment. En de volgende maand is hij ietsje duurder. Maar dan heb je misschien, dan betaal je weer een paar procent meer dan de maand ervoor. En daarna misschien daalt hij weer. Dan koop je hem weer goedkoper. Door dat te doen, dus door... Middelt het zich eigenlijk uit. Ja, middelt je aankoopkoers zich ook nog uit. Met ETF's is dat heel makkelijk te doen. Ik heb ook gehoord dat er eigenlijk het advies of de grootste misser bij beleggen is om niet te beginnen. Of om te wachten op het perfecte moment. Want eigenlijk wat jij nu beschrijft, dat geeft eigenlijk aan dat er dus geen perfect moment is. Maar zolang je het over de langere termijn doet en dus maandelijks inlegt, dan creëer je eigenlijk zelf dat er ieder moment gewoon goed is. Helemaal mee eens, ja. Zo zit het precies. Mooi. Ik denk dat het dat inderdaad, wat je nu aangeeft, dat het al heel toegankelijk maakt en minder eng voor veel mensen. Nou, ik hoop het. Ja, dat zou mooi zijn. Nog een heel interessant boek, denk ik, voor iedereen die wil gaan beginnen met beleggen en die eigenlijk wat meer wil weten over die principes van hoe werkt het nou. Ja. Vind ik echt een aanrader, is het boek The Automatic Millionaire, dus de automatische miljonair.
Ja? Van David Bach. En David Bach beschrijft daarin ook hoe het werkt. Dat je helemaal niet heel, heel rijk hoeft te zijn, maar dat je met kleine bedragen, door die stevast consequent weg te zetten en goed te beleggen, dat je dus inderdaad kunt eindigen als miljonair. En hij beschrijft die principes echt op een manier, nou ja, ik werd daar super enthousiast van. Dus ik lees het één keer in de zoveel tijd weer opnieuw. Ja, en als je dit dus leest, dan snap je ook helemaal waarom ik geldzaken zo leuk vind. Ja, te gek. Ja, en dat is denk ik echt een goede tip ook nog en goed om te beseffen. Dus het is niet alleen voor mensen met een grote portemonnee of mensen die al heel veel vermogen hebben. Ik denk dat dat ook een beetje het beeld is dat veel mensen hebben. Maar dat je dus eigenlijk al met een aantal euro's kunt starten per maand om in te leggen. Ja, zeker. Kijk, soms is het handig om het even op te sparen totdat het bijvoorbeeld minimaal 50 euro per maand is. Ja. Omdat anders kosten wel eens een enorme hap kunnen nemen uit het geld wat je overhoudt om te beleggen. Ja. Maar je kan zeker, juist door kleine bedragen opzij te zetten en het ook vooral automatisch te maken, kun je absoluut door te beleggen miljonair worden. En nou ja, hij beschrijft dat heel leuk. Ja, waanzinnig. En dat is dus over een lange horizon, maar als je geduld hebt, dan komt dat vanzelf. Als je geduld hebt, komt het vanzelf. En het punt is, hoe eerder je ermee begint, hoe harder je geld uiteindelijk zal gaan groeien. Dus als je nou nog twijfelt of je moet beginnen, begin nu met een klein beetje. Dat heeft ook alles te maken met het rente-op-rente effect. Okay. Dan profiteer je daar ook nog van. Want als je daar nu rente op krijgt, dan blijft dat ieder jaar terugkomen. Dus wordt het daardoor meer. Begrijp ik dat goed? Ja, en er zijn ook allerlei rekenvoorbeelden waarbij blijkt, nou ja, twee mensen die dan dezelfde leeftijd hebben en de ene die gaat 10 jaar lang 300 euro per maand inleggen en de ander begint dan pas. En die eerste die stopt met inleggen, maar die laat het geld wel staan. Blijkt dat die eerste, terwijl die dan veel minder geld heeft ingelegd, toch eindigt met veel meer geld dan de ander, die dus veel meer geld heeft ingelegd. Nou ja, ja, waanzinnig. Dat komt allemaal doordat de een eerder is begonnen. Alleen maar doordat diegene eerder is begonnen. We moeten niet wachten tot ons 65ste, totdat we wat geld overhouden, de kinderen uit huis zijn, et cetera. Maar juist nu al jong beginnen, want dan heb je dus het meeste effect eigenlijk op die groei. Ja, ja. En niet denken van een klein bedrag heeft geen zin. Heeft absoluut wel zin. Alle euro's tellen mee. Ja, maar ja, wel geld op de spaarrekening ook nog houden. Ja, ja, ja. Het is altijd dat achter de hand en alleen met geld dat je kunt missen. En waarschijnlijk ook niet met geleend geld doen. Ik denk dat dat nog een belangrijk advies Goeie is. Goeie toevoeging, ja. Heel mooi advies. Nou, ik kan niet wachten om te beginnen en ik denk veel meer vrouwen met ons. Dus laten we dit gaan doen. Heel bijzonder en te gek om jouw verhaal te horen. Ja, voor ons echt een female boss en dus ook een, ja, wat ik al in het begin zei, een financial influencer. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Ik ben benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal nog wel willen horen? Ja, ik heb er dus wel meerdere. Nou, ik begin eventjes met Diana van Maasdijk. Zij heeft Equileap opgericht. En wat zij doen is eigenlijk, zij doen onderzoek naar bedrijven en meten dan hoe het gesteld is met de genderdiversiteit en sowieso met allerlei diversiteit. En het grappige is, zij maken daar dus weer mandjes van beleggingen van. Of zij leveren de data aan waar op basis van, zeg maar, professionele beleggers mandjes van beleggingen kunnen maken. En ja, dat vind ik wel heel erg cool. Ik heb wel eens met haar gesproken, maar haar echte verhaal weet ik niet helemaal. Dus dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dat klinkt heel interessant. Staat genoteerd. Nou, en dan noem ik er toch nog maar eentje. Marleen Everts. En zij heeft Gold Republic opgericht en daarnaast heeft ze nog een bedrijf, namelijk Nextchange. En dat is eigenlijk een alternatieve beurs. En daar is zij de baas van. Wauw. Ook wel heel leuk. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar haar verhaal. Te gek. Die link met financiën, dus ook echt heel interessant. Ja, ik ga contact met ze opnemen. Te gek.
Hey, heel erg bedankt voor al jouw wijze adviezen. En ik hoop dat het ook heel veel vrouwen heeft aangezet om hier mee te beginnen. Of in ieder geval wat meer in te duiken. We kunnen jou in ieder geval volgen via je blog. En meer lezen over alle termen die met beleggen te maken hebben via Blondjes Beleggen Beter, via je boek. En ook je online trainingen, die zijn ook in coronatijd denk ik heel erg handig, die gewoon digitaal te volgen zijn. Ja, leuk. Als mensen zich daarvoor willen inschrijven, dat kan allemaal via je website, hè? Ja, dat kan allemaal via blondjesbeleggenbeter.nl. Te gek. Oké, nou ontzettend bedankt en heel fijn dat je te gast wilde zijn. En succes, we gaan je volgen. Dankjewel, ik vond het heel erg leuk. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten en je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!